ik begrijp heel goed wat je zegt, dat er mensen zijn die willen graag terug naar vroeger. Ik heb wel eens gezegd dat als ik ooit een politieke partij zou oprichten, dan zou dat de partij zijn, niet 50 plus, maar de jaren 50 partij. En ik denk dat als je teruggaat naar de tijd van toen, naar de waarden en normen van die tijd, dat het geluksniveau van de mensen een stuk hoger was. Minder vragende blikken. Mensen wisten waar ze aan toe waren. En het was ook goed. Toen geluk nog heel gewoon was. Dat. Het feit dat die serie in de jaren 90 al gemaakt werd, zegt genoeg. Toen is het verval ingezet. En wanneer is het verval ingezet? In de jaren 60 misschien? Tijdens de emancipatie? Die revolutie van 1968 en dan in 1971 dat loslaten van de goudstandaard. Want dat zegt een vriend van mij wel eens. Die zegt van, het geld is slecht. Het geldsysteem deugt niet. En langzaamaan hebben normen en waarden zijn vervangen door die continue jacht naar meer muntjes. Jij zegt, Sven, het leven is meer dan alleen muntjes verzamelen. Maar voor heel veel mensen is er toch heel veel angst dat er niet genoeg muntjes zijn. Wat is een van de ergste dingen die in mijn ogen de vrouwen is aangedaan? Dat is de emancipatiegolf. Ja, want? Sinds dat vrouwen zogenaamd geëmancipeerd dachten moesten te worden, zijn ze dus helemaal losgekomen van hun vrouw zijn. En moesten ze ineens de man evenaren in maatschappelijk opzicht. En moesten ze gaan werken en carrière gaan maken. En was het zorgen voor het gezin ineens niet meer het belangrijkste. We zouden dit eens aan de vrouwelijke kijkers en luisteraars moeten vragen. Want wij zijn mannen, dus we kunnen er wel wat van vinden van een afstand. Maar voor de vrouwen die kijken en luisteren. Maar je hoeft het niet te vragen. Kijk maar eens hoeveel vrouwen er depressief zijn. En in een burn-out zitten. Ja. Dat is toch een indicatie? Dat is toch gewoon een thermometer? Ja, er is een. Ze zitten toch helemaal vast? Ja. Nou, er schijnt een onderzoek geweest te zijn recentelijk. Dat er dus aan heel veel jonge vrouwen gevraagd wordt, wil je kinderen? En dat ze zeggen, nee, wil ik niet. Ik wil carrière maken. Hoe erg is dat? Ja, is dat, vinden ze dat echt of is dat cultureel opgelegd? En wat ik zelfs denk, is dat daar nog iets achter zit zelfs. Maar dan gaan we een stap verder. Dat leg ik dan aan alle luisteraars voor. Maar vooral ook aan de vrouwen. Kijk, fantastisch dat er een emancipatie is geweest. Dat een vrouw invulling kan leven aan haar leven. Meer dan alleen moeder zijn of huisvrouw. Maar dat is niet wat ik zeg. Nee, dat weet ik. Maar laten we dat nuanceren. Het probleem is alleen dat vrouwen succesvol verleid zijn om te geloven dat ze veel vrijheid zouden winnen. Maar wat er gebeurd is, daar waar je vroeger een huis op één salaris kon betalen, moet je nu ploeteren met z'n tweeën. En je ziet vaak dat een vrouw haar hele salaris opgaat aan de opvang van de kinderen. Waarom werk je dan? Ze krijgen je kinderen, je werkt jezelf 3 slagen in de ronde voor zogenaamde vrijheid. En dan moet je bent al je geld kwijt om anderen te betalen om voor je kinderen te zorgen. Waar zijn we dan mee bezig? Word je daar dan gelukkig van? Worden die kinderen daar gelukkig van? Krijgen we daar een betere samenleving van? Ik heb daar mijn twijfels over. Nou, daar hoef je geen twijfels over te hebben. Het is gewoon niet zo. Het is gewoon niet zo. Ik bedoel, zo goed gaat het toch niet met de jeugd? Nee, de hoeveelheid depressiviteit en drugsgebruik en uitzichtloosheid. Het is een hele ontspoorde samenleving. Nee, dat is heel, heel, heel fijn, die vooruitgang en die progressie. Super. Nou, Emma Hamer, vrouwenrechten. Volgens mij hebben we die sinds 1917. Nou, de vrouw die werd uiteindelijk verteld dat ze niet afhankelijk moesten zijn van hun man. Ja. Nee, daar is een hoop vrijheid voor teruggekomen voor de vrouwen. Nu zijn ze afhankelijk van hun baas, van hun werkgever. Van hun baas, van hun bank, van de samenleving, de goodwill. Hoezo? Is dat nou zoveel beter dan? Ja, en dan zitten we nu, beste dames en heren trouwens, aan de vooravond van Fourth Industrial Revolution. En laten we vooral het filmpje van Yuval Harari nog eens bekijken. Dat hij zegt, in de vorige overgang van de ene industriële revolutie naar de volgende waren low-skilled workers
die kregen een andere low-skilled job. Hè? En dan kregen ze van de industriële samenleving naar de dienstensamenleving. En dan gingen ze van werken, fabriekswerk doen, gingen ze achter een bureau zitten en dezelfde formuliertjes invullen. Hè? Ja. Paspoorten maken bij burgerzaken. Formuliertje invullen, goedemiddag, BSN-nummer, tak, tak. Ook een low-skilled job. Low-skilled job. En nu zijn al die low-skilled jobs, die worden vervangen door technology. Dus nu hebben we alleen maar high-skilled jobs nodig. En hij zegt in een filmpje, heb ik met veel interesse bekeken. Want ik vind die man heel eng, maar hij had wel gelijk. Misschien vond ik hem daarom wel zo eng. Omdat hij zei, we gaan nu voor het eerst in de geschiedenis dat we eigenlijk, people are useless. We hebben ze niet meer nodig. En als je niet de stap gaat maken van een low-skilled job naar een high-skilled job, als man of als vrouw, daarom is het spat die Wajong ook uit elkaar. Die mensen hebben geen idee. Wat voor baan moet ik doen? Wat moet ik doen? Ze hebben allerlei talenten, weet je wel? Ze zijn geweldige mensen. Maar wat zij kunnen, daarvan zegt de samenleving, hebben we niet nodig. Kijk, er zijn mensen die vragen ze mij, mag een vrouw dan niet werken voor jou? Natuurlijk mag een vrouw werken. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Wordt ze er gelukkig van? En zeker, wordt ze gelukkig moet van. Moet ze werken? Doe maar als wat je leuk vindt. Maar nu moet je werken. Ja, van de maatschappij en ook van jezelf. Ja. Dus jij hebt je als vrouw dus zelf opgelegd dat je moet werken. Ja. En een tijdje geleden was ik ergens en toen durfde een vrouw te zeggen, op een feestje waar ik was, waar ook andere vrouwen bij zaten, dat zij met 3 kinderen ervoor koos om niet te werken, thuis te blijven voor die kinderen en die kinderen te laten opgroeien. En je moest zien wat er gebeurde. Die monden die vielen allemaal open, ook bij die vrouwen. En ze werd bijna aangevallen door die andere vrouwen van of ze wel goed bij de hoofd was. En ze had toch gestudeerd. En of ze de talenten niet verspeelde. Dus ik dacht, hoe kun je je talenten nou verspelen als je bij je kinderen wil zijn? Wat is dat voor rare gedachtenkronkel? Het meest wezenlijke wat je kunt doen, wordt gezien als verspilling. In een zoektocht naar meer vrijheid en zekerheid. Een slavenbestaan in onzekerheid opgebouwd. Vanaf 1980, in 45 jaar. In 45 jaar heeft de mensheid hier in het Westen, in een zoektocht naar vrijheid en zekerheid, zichzelf een slavenbestaan met een onzekere toekomst verschaft. En het geldt voor mannen en vrouwen, maar ik denk dat het voor de vrouwen veel zichtbaarder is en voelbaarder. Ja. Dan voor de mannen. De meeste van die mannen hebben, ik zie dat wel eens, zie ik al die ambtenaren naar hun werk gaan. Dan zouden die wel doorhebben dat die over 5 jaar nutteloos zijn? Zouden die al bezig zijn om zich om te scholen? De Georgia Guidestones, de useless government officials. Hebben ze niet meer nodig, toch? Het social credit system gaat het allemaal voor ze invullen. Er zijn maar geen formuliertjes meer nodig, hangen overal camera's. Nee, maar misschien is dat voor die mensen nog wel eens een goede uitkomst. Dat ze niet meer dat werk hoeven te doen wat ze altijd hebben gedaan. En dat ze dan nu met een basisinkomen thuis mogen zitten en langs de waterkant mogen gaan vissen. Mogen gaan nadenken over wat kan ik wel. Ja, dus dat kan nog wel eens voor die mensen een positieve uitkomst hebben. Het is ook de reden, denk ik, waarom die plannen rondom de CBDC en het social credit system erdoor komen. Heel veel mensen kijken er eigenlijk wel naar uit stiekem. Denk je niet? Die hoop, kijk, wat ze nu hebben is waardeloos. Ja. Dus die hopen dat dat dan beter gaat worden voor ze. Ja. Meer vrijheid, meer zekerheid. Ja. Uiteindelijk is dat toch de zoektocht van de mens. Hoe krijg ik meer vrijheid, hoe meer zekerheid? Muntjes verzamelen, mensen die zeggen, money is freedom. Geld is vrijheid. Geld is zekerheid. Zingeving is belangrijker. Joh. Wat is dat? Hoe komen mensen daar dan? Want, kijk, ik hoorde laatst een mooie. Money is an excellent servant, but a terrible master. En voor heel veel mensen is money the master geworden. Er is niet schaars te denken. Ik heb niet genoeg geld, denken ze dan. Ik heb niet genoeg geld voor mijn vrijheid en mijn zekerheid.
En jij zegt, zingeving is belangrijker. En zij zeggen vaak, ik moet eerst geld verdienen en dan kom ik aan zingeving toe. En ik denk dat jij en ik van de andere school zijn. Wij zeggen eerst zingeving, dan geld. En dan is geld ook een onoverkomelijk gevolg. Als jij dus iets doet en je houdt je bezig met je talenten, dan is dus het, dan heb je succes. Dat kan niet anders. En dan is succes is onvermijdelijk. En daarmee dus ook een geldelijke beloning. Als je maar eerst doet, als je maar eerst weet waar je talenten liggen en daar gevolg aan geeft. Maar zolang jij op die trein blijft staan als Mozart of pizzabakker bent en je doe je niet met liefde, dan zul je nooit succesvol zijn en dan zal geld of een geldelijke beloning ook nooit het gevolg zijn. Terwijl als jij met liefde pizza staat te bakken, heb je waarschijnlijk, zit je tent iedere avond vol. Nokkie vol. Ja. Want iedereen proeft het. En zit je hartstikke vol. En als je dan een beetje goed organiseert en je neemt jou als accountant en belastingadviseur, nou hou je wat centjes over, kun je gewoon 3 maanden per jaar naar Italië om nog beter te worden in je talent. Nog betere pizza's te maken. Net iets meer zout. Net iets meer fluffy deeg. Ik vind het mooi, pizza's bakken. Dat is mooi. Ja, ik heb ook helemaal niks tegen het beroep pizza bakken. Als dat is wie alles, je bent. Alles is oké. Het maakt niet uit. Er zijn heel veel mensen die gaan rechten studeren, omdat dat heeft een soort van aanzien. Want ze denken van, oh, als je advocaat bent, verdien je veel geld. En als je rechten hebt gestudeerd, oh, dan begrijp je dat. Maar ja, ik zie die Zuidas vol met cocaïne snuivende, depressieve lui. Die dag in dag uit onder een TL-buis 7 uur declarabel moeten maken voor hun baas. 7 uur declarabel. 7 uur? Ja, 7 uur declarabel. Nee, maar dat zijn al die mensen die na een opleiding, die gaan dan voor een van die grote accountantskantoren werken op de aangiftepraktijk. En die zitten opgesloten in een hokje. Dag in dag uit aangifte te doen. Maar wel onder de label van KPMG of PwC. Status. En dat is status. Maar dat is geveinsde status, hè? Dat is bedacht. En je kunt niet voor 7 uur 's avonds naar huis. Want dan is het van fijne middag. Ja. Maar die mensen lijken mij vaak niet helemaal invulling geven aan hun talent. Die zijn in het weekend zijn ze back af. Omdat als je niet bezig bent met je talent en met waar je echt je zingeving in zit en uithaalt, dan ben je natuurlijk kapot aan het einde van zo'n dag. Want je bent helemaal leeggetrokken. Terwijl als je doet waar je van houdt, dan kom je moe maar voldaan thuis. Ja. En alles before the but is untrue. Alles voor de maar is niet waar. Dus moe maar voldaan, dan staat dus voldaan. Kom je voldaan thuis. Ja. Omdat je hebt die invulling gegeven. En dat is dus... Ik ben er ook van overtuigd dat je dus niet overspannen kunt raken als je invulling geeft aan je talenten. Dan kunt je inderdaad 18 uur werken. Ja. 18 uur, maakt niet uit. Dan val je een keer in slaap, dan word je wakker en dan ga je weer verder. Maar dat gaat in een flow. Ja. Moeiteloos. Ja. En, als je dus en dat geldt ook voor het moederschap. Ja, en ook voor het vaderschap trouwens. Ik heb zelf dan een zoontje. En er is nog geen moment geweest dat ik iets in de zorg of in het vaderschap deed. Ook niet toen hij klein was, omdat je, als je nachten had waar je bijvoorbeeld niet sliep. Je doet het gewoon zonder daarbij over na te denken. Tuurlijk kost het je energie, maar de volgende ochtend, als je al wakker wordt, misschien ben je wakker, gaat het gewoon weer verder. En omdat het gewoon zoiets puurs is en iets eigens en iets wat erbij hoort, dat ook iets is wat natuurlijk hoort bij de talenten of goddelijke gaven die je hebt meegekregen. Maar snap je dat mensen geldangst hebben? Ook al zijn ze met hun zingeving bezig. Ze kijken naar de samenleving. Ze blijven positief. Maar ze hebben toch geldangst. Wat is geldangst?
komt dat vandaan, denk jij? Ik denk dat geldangst is natuurlijk iets heel iets primairs. Want dat is angst voor het meest wezenlijke van je leven. Als jij dus geen geld hebt, dan kan dat jou raken in de onderste lagen van de piramide van Maslow. Geen eten, geen dak boven je hoofd. Precies, ja. En dat staat synoniem natuurlijk met geen geld hebben. Ja, en als zoals in Nederland heb je... Als je Den Haag binnenrijdt, stond er in graffiti: de huur is te duur. Dus in Nederland hebben we het huizentekort. Die schaarste creatie. En er is te weinig grond voor al die huizen, zegt men. Zeggen ze. Niet genoeg geld om te bouwen. Dus er zit de schaarste en een huis is duur. Ja, er zijn wel genoeg huizen, er zijn te veel mensen. Op dat kleine stukje aarde. Nee, er wordt altijd gezegd dat we een lerarentekort hebben. En een tekort in de zorg. En een woningtekort. Maar we hebben geen tekort in de zorg. Er komen gewoon te veel mensen binnen in dit land. Wat ons zorgstelsel niet kan dragen. Ja. Ja, dat is niet dus eens... We hebben geen lerarentekort. We hebben een leerlingenoverschot. Dat is geen pleidooi voor minder immigratie. Maar dat is aangegeven, als je kiest voor meer immigratie, moet je realiseren dat je een stad per jaar moet bijbouwen, dat je zoveel docenten extra nodig hebt, dat je zoveel verpleegsters extra nodig hebt. Er is een tekort aan huisartsen ineens. Ja. Een tekort aan huisartsen. Maar, is er echt een tekort aan huisartsen? Is een tekort aan alles. Een tekort aan alles. Goh. Want vorig jaar is onze bevolking gegroeid met 250.000 immigranten. Ja. Ja, ja, en dat kan je doen. Dus nul door aanwas door geboorte. Want er zijn evenveel mensen overleden dat er zijn geboren. Maar dus we hebben dus de volledige 100% groei is door immigratie. Ja. En er is één ding waarmee iedereen over dat immigratiedebat in de tang wordt gehouden. En dat is een onderwerp dat we hier zijn uitgekomen, Pim, had ik niet verwacht. Dit was niet van tevoren besproken. Gelukkig. Dat is één argument wat altijd tegen je wordt gebruikt. We moeten toch mensen helpen. Altijd wordt er gezegd... Er wordt op je schuldgevoel gespeeld. In discussies met... het kabinet schijnt erom gevallen te zijn. Ik denk dat er andere redenen zijn dat het kabinet gevallen is nu. Maar het ging over die gezinshereniging. Immigratie. En we leven dus... Niet alleen op dat onderwerp, maar we leven in een land waarin er gezinspeeld wordt op schuldgevoelens. Dan word je het milieu. Als jij iets kritisch zegt over zonnepanelen of windturbines, wil jij dan geen beter milieu, Pim? Ja, ik ben er niet zo gevoelig voor. Hè? Even terug te komen op jouw argument dat mensen dan die gevoelskaart spelen van je moet toch helpen. Maar dat is een. Het is heel simpel. Als jij een immigratieland wil zijn met een sociale zekerheid, dat kan niet. Hè? Je kunt niet onbeperkt mensen binnenhalen en ze allemaal een huis geven en 1.000 euro de maand. Dat moet opgebracht worden. Dat moet betaald worden en dat geld dat is er niet. Ja, luister eens naar de boekhouder, mensen. Dus dan kun je mensen wel binnen willen halen, maar dan moet je ze geen huis geven. Dat kan. Dat is nu de open grenzen. Iedereen is welkom, maar je moet het zelf zien te rooien. Ja, Amerika. Dat lijkt me dan een optie. Maar dan, dat is fair, hè? Dat als je dan toch zegt van open grenzen, prima, doe dan die grens maar open. Maar gaat wel je criminaliteit omhoog? Dus dan heb je, dan alles is oorzaak gevolg. Heb je ook een Second Amendment nodig met... Maar we hebben op dit moment 300.000 huizen tekort. Ja, feit. Feit. Er zijn genoeg mensen die kunnen gewoon geen huis krijgen. Ja. Ik ken mensen die zitten in relaties. Die zitten in een grote depressie omdat ze elkaar achter het behang kunnen plakken. Maar ze komen er niet uit omdat ze niet uit de situatie kunnen ontsnappen. Omdat er geen mogelijkheid is in een ander huis te gaan wonen. Dat zijn dus drama's die zich afspelen binnen vier muren.
waar ze niet uitkomen. Ze kunnen niet weg. En die huizen die wel vrijkomen, die worden voor het overgrote deel worden die nu toegekend aan statushouders. Ja. De gemeente Utrecht heeft een proef gedaan vorig jaar door gedurende de zomerperiode wekenlang alle huizen die vrijkwamen toe te kennen aan statushouders. Maar de gemiddelde Nederlander... Nul huizen uit de sociale woningvoorraad. Helder. Maar de gemiddelde Nederlander wordt door dat schuldgevoel... En er zijn kennelijk Nederlanders, mannen en vrouwen, heel gevoelig voor. Middels dat schuldgevoel wordt er gezegd, ja, maar we moeten die mensen toch helpen. En het is altijd een algemeenheid ook, hè? Die mensen, de asielzoekers... Maar dat is prima, dat is een heterogene groep, hè? Als ze dat dan zeggen, dan zou ik wel eens met iemand om tafel willen zitten. En zeggen van, oké, heel nobel van je. Dat jij dus vindt dat we iedereen moeten helpen. Maar laten we nou eens even gaan bekijken hoe je dat dan zou willen gaan doen. Vertel mij dat eens. Ja. Hoeveel mensen kunnen er nog bij in dit land? Ja. Hoeveel mensen zijn er in Afrika die hulp nodig hebben? Hoeveel miljoen mensen zijn dat dan? Want uiteindelijk, als het gaat om misschien om 200 miljoen mensen, noem eens een aantal. Ja. Zouden we dan 200 miljoen mensen hier kunnen opnemen in het land? Ja. Ja, inmiddels is de term van Angela Merkel weer schaffendas achterhaald. Ja, in Zweden zijn ze ook wel teruggekomen op hun schreden. Want ze schaffen het toch niet. Oeps. Maar het kan gewoon niet. Dus het is heel naïef, het is een ongelooflijke naïeve houding om te roepen van, je moet toch mensen helpen. Ja, en even voor iedereen thuis, als je GroenLinks, D66, VVD, CDA, PvdA, whatever, stemt. Niet kijken. Nou ja, sowieso niet kijken. Niet kijken naar deze podcast. Maar, en je bent begin 20. Je bent een studerende jonge vrouw en je vraagt je af waarom... Ik stem GroenLinks, maar waarom kan ik geen huis krijgen? Stuur eens een mailtje aan Jesse Klaver. Stuur hem deze podcast even mee. Leg even uit hoe de accountant en de jurist uitleggen... zonder dat we zeggen humanitaire redenen. Zijn we het allemaal over eens, hè, Pim? Zeker. Als jij eindeloos geld hebt, ga je toch eindeloos mensen helpen? Het probleem is dat er is niet eindeloos geld... Weet je wat ik schrijnend vind? Dat zijn al die slaven nu in Afrika die op zoek zijn naar onze grondstoffen voor mobiele telefoons. Ja, die hebben ook geen huis hoor. Ik heb films gezien dat kindjes van 8, 9, 10 jaar die mijnen in worden geslagen en gedreven met zwepen. En met hun blote handen en blote voeten. Kobalt, ze worden niet ouder dan 30. Op zoek zijn naar kobalt voor onze mobiele telefoons en elektrische auto's. Dankjewel. Dankjewel, westerse technologie en vooruitgang. Ja. En dan GroenLinks stemmen, je haar blauw verven en tegen de wereld zeggen dat ze in een Tesla moeten rijden. Ja. Want dat is goed voor het milieu. Ja, het klinkt allemaal heel cynisch, maar het is het natuurlijk wel. Nou ja. En dan biedt Rutte, die biedt zijn excuses aan over... Voor de slavernij. Ons slavernijverleden. Wiens slavernijverleden. Ja. Maar ondertussen... zijn we nog steeds op de wereld bezig met slavenarbeid, waar niet naar gekeken wordt? Daar mag je het ook niet over hebben. Over het verleden, 300 jaar geleden, dat mag wel. Dat is handig, want dat is een soort van abstract. Als je mensen met hun neus op de feiten drukt. Zeg van, kom op. Ja, dus, mensen die zeggen, ik eet geen vlees. De hele Amazone, het regenwoud, wordt gekapt om soja... aan te planten. Ja. En dan gaan we op zoek naar keveroplossingen en zo. Terwijl als je gewoon bij de natuur van de mens blijft en bij het huishoudboekje, hè? Oikonomia is toch gewoon betekent huishouding. Oikos in het Grieks is huis. Economie is huishouding. De hogere huishoudschool van vroeger. Gewoon het huishoudboekje bijhouden. Nou, als je het huishoudboekje van Nederland bijhoudt, derde dinsdag van september,
zit jij altijd op te letten als belastingadviseur. Toch even te kijken. Dat hebben ze nu weer bedacht. Mm-hmm. Wat niet kan. Maar ze doen het gewoon. En dan iedereen vraagt zich af, hoe kan dit nou? Ja, maar stop, dat is een samenleving zoals we die hebben gecreëerd. En dan iedereen depressief thuis zitten, want ik kan geen huis krijgen. Ja, maar ja, je huishoudboekje klopt ook niet. En dan moet jij... Dus we werken nu, dus de man die werkt en de vrouw werkt. Ze werken zich over de kop. Het leblazerus. Maar ze verdienen niet genoeg om het gezin draaiende te houden. Precies, plus die 10 die in het wagentje zitten. Of om een huis te kopen, of om goede zorg in te kopen, of goed onderwijs. Ja. Iedereen is voor de Europese Unie. Begrijp je dan dat jij het pensioen van een of andere overheidsambtenaar in een buitenwijk van Toulouse aan het betalen bent? Die stapt. Dus we gaan bij de EU, we doen een Europees stabiliteitsmechanisme. Dat betekent dat iedere Nederlander van 30, die heeft nu... Een man van 55 die met pensioen gaat in Toulouse. Die heeft hij in zijn wagentje zitten. Die zit, ik weet niet of je het weet, maar die zit iedere avond bij u aan tafel. Die eet een hapje mee. Geef die man een bord, geef hem een stoel. Als jij de tafel wil indekken voor iedereen die mee eet 's avonds, heb je een grote eetzaal nodig. En een professionele keuken. Ja. Een grote potten en pannen. Dek maar gerust per gezin, dek maar gerust 4-5 borden extra in. Ja. Ja, dus het zou ook heel goed kunnen zijn dat er ook een leven is, of een levensfase die ook nog eens een keer in het verschiet ligt, waarin waarin we ons bestaan heel anders gaan inrichten en indelen. Dat we zeggen van oké, we weten inmiddels dat het systeem en de rat race waarin we hier zitten niet zaligmakend is. Understatement. Laten we het eens een keer op een andere manier gaan doen. Dan kom ik toch weer terug op de Amish. Ja. En eigenlijk... een eerlijk advies. Ik heb het al eens gedaan in de brief aan de millennial. Stap maar op de rem. Want als je mee gaat doen aan die rat race... je werkt je over de kop en je kukelt straks dat wiel... dat rattenwiel... Je houdt hem niet bij, het spuugt je uit, het putje uit. Stop maar. 10 jaar pauze. Ja. 10 jaar pauze. Het heeft geen zin. Ja, maar je zegt net, dat is tegenstrijdig. Je zegt net, je kunt alles bereiken als je maar wil. Je kunt alles bereiken als je maar wil. Zeker. Wel, hoofd uit het zand. Goed om je heen kijken. Kijken waar de kansen wel of niet zijn. Hier in Nederland, kijk, ik snap wel jouw pleidooi voor vertrek. Ik snap het wel. Ik kijk ook om me heen. Ik denk van, Nederland. Er zijn heel veel mensen die laten moeilijk los, hè. Want het doet heel veel pijn wat hier gebeurt. Ik kijk met verdriet naar de Untergang des Abendlandes. Mm-hmm. We zagen die zon ondergaan in het westen, net. De zon gaat ook echt, is echt aan het ondergaan in het westen, hè, momenteel. Ja, is het ook. Het is nightfall. Ja, maar toch weer naar die positieve kant. Hè? Want de zon ondergaan en... Poeh. Het eerste wat dan weer bij mij opkomt is van nee. Morgen komt die zon ook weer op, hoor. Ja, in het oosten. Ja, in het oosten. Maar altijd in het oosten. Het trekt rustig. Het trekt rustig over. Ja. Dan let ik liever op die zon die opkomt. Het is mooi om te zien een ondergaande zon, daar niet van. Maar meer dan dat is het ook niet. Want morgen komt je ook weer op. En dan fight another day. Zoals Herman Vinken zou zeggen, de zon gaat zinloos onder, morgen komt het toch weer op. Een van Nederlands grootste poëten uit Twente. Kijk. Dus laat mij maar gewoon meedenken en meekijken met mensen naar die opkomende zon. En ja. Ahmed, dat is het fijne, vind ik aan jou. Ik kom heel veel mensen tegen en zeggen, ik wil toch positief blijven. Maar je ziet in hun ogen, dat is gebaseerd op niks. En jij hebt een enorme bult realisme. Kijkend naar dat huishoudboekje, misschien is dat wel gewoon ook jouw roeping.
niet alleen naar voor mensen naar het huishoudboekje kijken, maar uitleggen dat de grote huishoudboekjes, dat die op dit moment even niet goed uitbalanceren. Dus dat we misschien even met z'n allen aan tafel moeten gaan om te zeggen, jongens, onze inkomsten-uitgavenstructuur klopt niet helemaal. We hebben wel even wat uitdagingen. En dat ondermijnt dat positivisme even een beetje hier. Dat maakt de sfeer wat minder gezellig. Terwijl als we even goed gaan zitten. Dat is meer realisme wat je zegt. Dus ook met mensen kijken. Okay, laten we nou eens even naar je eigen huishoudboekje kijken. Ja, de mijne. En als je daar dus niet uitkomt. Als stel je hebt een gezin en je hebt twee banen en je hebt allerlei uitgaven. En dat komt niet uit. Dan klaarblijkelijk zit je dan wel in het verkeerde keurslijf. Je kunt, als je met twee banen hebt en je kunt niet rondkomen, en je gaat eigenlijk van schuld naar schuld. En dat zal dus ook niet zo snel beter worden dan. Dus denk ik van oké, ik begrijp mensen heel goed die zeggen van ik vertrek. En er zijn 250.000 Nederlanders vertrokken uit Nederland. Ja. Er is een enorme uitstroom uit Duitsland momenteel gaande. Van Duitsers die vertrekken naar Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Enorm veel. Er ligt er van oudsher van een lijn, geloof ik, tussen Duitsland en Zuid-Amerika. Ja, jaren 20, na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Die vrede van Versailles, die heeft iedereen de plas overgejaagd. Ja. In New York, er was een discussie, hè, in de jaren 20, of Engels of Duits de voertaal zou worden van de Verenigde Staten. Ja. Duitse kranten waren net zo groot als de Engelse kranten. Weten weinig mensen. Nee, dus houd dat altijd open dan ook voor jezelf. Dat het heel goed zou kunnen zijn dat je dus hier op dit moment in een systeem leeft wat jou niet meer dient. Is het dan niet een idee dat je misschien naar een ander systeem gaat? Maar mensen laten moeilijk los. Ja. Ik sprak laatst iemand die zei van ja, maar vertrekken. Ik heb wel mijn kinderen hier op hockey. Ja? Om maar eventjes de ja. Omvang van bepaalde problematieken aan te geven. Ja, er zit natuurlijk iets heel moois in, want die kinderen zijn gelukkig op die hockey. Ze zijn er gelukkig en iemand kijkt naar die kinderen die daar gelukkig zijn. En daar kan ik ze toch niet zomaar afnemen. Nee, maar je bent wel ouder, dus je moet wel iets langer nadenken dan dat korte termijn geluk van die kinderen. Die hebben ook nog een lange termijn toekomst nodig, hè? Ja. En als die ergens anders ligt, moet je ze dat bieden. En in diezelfde week zag ik een documentaire van een Nederlandse vrouw die liep met een kameel door Europa. Prachtig. Ze werd geïnterviewd op Nederland 1. Dat was een documentaire. En die interviewer die liep een tijdje met haar mee. En op een gegeven moment zei ze van ja, je zou mij kunnen bestempelen als zwerver. En ze had daarvoor had ze een baan gehad in de ICT gewerkt. Maar ze had haar motorfiets verkocht, €8.000. En daar leefde ze al 5 jaar van dat bedrag. Maar ze zegt van, mijn leven is zo waardevol. Ik zou niet willen ruilen met het leven wat ik daarvoor had. En ze was overal welkom. Ze wist inmiddels veel van de natuur. Wat ze wel en niet kon eten. Waar ze was een tentje mee, waar ze kon slapen. Zij dacht dus niet in iPhones. Ze dacht niet in allerlei andere materiële zaken. In luxe. In allemaal niet. Dus zo zou ook een volgende fase eruit kunnen zien. Veel meer eenvoud. Terug naar de basis. Veel mensen zijn bang voor de straten. Het is eng. Weinig mensen durven die voordeur uit te komen. De straat is eng. En het is erg knap dat dit dan een vrouw was die dit ook deed. Want ik denk dat vooral vrouwen van nature denken, s'nachts alleen op straat, toch een beetje gevaarlijk. Als jij de vader van een dochter bent. Ja, maar ik weet niet of ze haar teentje middle of nowhere opzetten. Bovendien heeft ze een kameel bij zich. Dat zorgt in ieder geval voor verwarring in het kamp van de tegenstander. Ja. Dat die overvaller die denkt niet van, hey, daar ligt een vrouw. Die denkt, what the fuck doet die kameel hier? Hmm. Dus het is een afleidingsmanoeuvre, die kameel. Oké. Okay. Maar je snapt wel dat mensen bang zijn voor verandering, toch? We hadden het net over geldangst.
Ja. Maar bij geldangst hoort ook de angst voor verandering. Moeten we allemaal vanaf, hè? Daar heb je die coaches dus ja. voor nodig. Even en dit soort podcasts. En dan over na te denken. Laat het door je hoofd gaan. Speel ermee. Ja. Je hoeft niet weg te gaan morgen. Nee. Laat het toe. Ja. Verruim je gedachten. Ja. Ga niet gelijk in de kramp. Van, kan ik niet, durf ik niet, wil ik niet. Kan ook een oplossing zoeken. Je kan ook een reisgenoot zoeken. Of niet in je eentje. Je kan ook een reisgenoot zoeken. Ja. Of, maar het verandert misschien wel ook een beetje met gezinssituaties. Hè? Als er kinderen zijn en die moeten naar school. En weet je, het systeem is natuurlijk heel erg. Ja, maar ik ken genoeg mensen die blij zouden zijn als ze hun kinderen uit het systeem zouden halen, kunnen halen. En in een camper kunnen stappen en door Europa kunnen rijden. Ja, maar dat systeem is erg fnuikend hoor. Zeker ook met de leerplicht ja. en... Het is ook niet makkelijk, maar het is ja, je zit niet in een angst. Als je dat wil veranderen, er zijn wegen. Ja. Er zijn wegen. En natuurlijk kun je een wereldreis maken met je kinderen. Ja. Dat kan. Ja. Ja, als er zijn daar mogelijkheden voor. Ja. Ja, de cultuur is erg gericht op bourgeois protestantisme. En dat vrijdenken van jou en dat en die katholieke insteek van mij, dat is een beetje uit de mode geraakt een tijdje. Maar goed nieuws voor ons, het systeem van dat bourgeois protestantisme, dat begint nu zo hard de kelen dicht te knijpen van mensen dat iedereen naar adem snakt. Dus onze manier van denken komt weer een beetje terug, zeg maar. Het draait. De wereld is aan het draaien en aan het veranderen. En die accountants die 20 jaar geleden... tot 8 uur, 9 uur 's avonds bij PwC zaten, die doen dat ook niet meer. Die komen er ook wel achter nee. dat het niet het leven is. Nee. Dus je ziet op alle vlakken zie je dus wel dat er een kentering plaatsvindt, dat mensen bewuster zijn, dat mensen kritischer worden. Dus dat komt vanzelf. En de veranderingen die nu plaatsvinden in de wereld, die spelen daar, dragen daar natuurlijk aan bij. Want als we in een toekomst gaan komen waar mensen het gevoel gaan krijgen van... Dit wordt steeds minder een plek of een situatie waar ik graag in wil leven. Ja, die kikkers die gaan vanzelf wel springen uit die pan. Ja, mensen zeggen dus, het is kikkers in een pan die steeds warmer wordt. Ik zal het, let op, kikkers. Het is een pan die steeds kouder wordt. Hij wordt steeds kouder. Die kikkers worden niet gekookt. Ze vriezen langzaam dood. Ja. Dat is veel erger. Veel erger. Altijd, ze hebben altijd die kikkers in die kookpan die eruit moeten springen. Nee. Nee, het koelt af in die pan. Je bedoelt, als je het verwarmt, dan springen ze wel. Maar zodra het gaat bevriezen, hebben ze het niet door. Ze hebben het niet door. Ja. Was het maar dat die pan steeds warmer werd en onaangenamer en dat ze er een keer eruit springen omdat ze voelen, dit wordt me te heet onder de voeten. Nee, het koelt langzaam af en de energie gaat er ook uit. Ze hebben minder geld en minder energie. Ja. En hebben ze weer minder geld en hebben ze weer minder energie. En als ze moeten springen, dan is het zo koud in die pan. Dat ze zeggen, geen energie meer om te springen. Daar komt die depressiegolf vandaan. Ja. Niet omdat de pan opwarmt, maar omdat die afkoelt. Zo zie ik het. Zo kijk ik ernaar. Werd het maar wat warmer in die pan. Lekker. Misschien voor jou en mij wel. Wij vinden dit een avontuurlijke tijd. Dus voor ons voelt het net alsof die pan aan het opwarmen is. Ja. En op een gegeven moment gaan wij springen en wij krijgen hier meer energie van. Raden we u thuis ook van harte aan hoor. Weet je? Wees er een tijdje verdrietig over. Maar ga op een gegeven moment gewoon... Hè, het is een boek, Enjoy the Decline. Enjoy the Decline. Mm-hmm. Enjoy it. Never waste a good crisis. Ja. Ja, dan noemen mensen jou weer rasopportunist of Klaus Schwab. Die zegt ook... narrow. Narrow opportunity to change the entire world. Ja. Dr. Evil. Nou ja. Ja. Weet je, hij heeft misschien een duistere droom. Maar hij is in ieder geval met zijn droom bezig. Ja.
Nou, wij weer. En dat kan je hem wel nageven. Nou, wij weer. En hij zorgt er ook voor dat heel veel mensen met zijn droom bezig zijn de hele dag door. Ja, hij is aan de winnende hand. Ja. Hij is aan de winnende hand. Ben ik tegen. Ben jij ervoor? Waarvoor? Davos plannen, WEF, New World Order, Georgia Guidestones. All the conspiracies. Los van complotten, bla bla bla. Het is gewoon aan de hand. Het is gewoon gaande. Ben jij voor of tegen de plannen van het WEF? Dat is ook heel ruim opgesteld. Ik bedoel, wat voor plannen, hè? Wat voor onderdeel. Oké, fair enough. Dat is ook een hele brede vraagstelling. Georgia Guidestones, ja, noem je me ook wat. Ja, welke van de 20 regels bedoel je? Ja, nou, het is, je kunt zeggen wat je wil, maar het vormt wel één mooi geheel. Het is wel één lijn die ze daar hebben neergezet, zeg maar. Ik wilde ze nog eens een keertje stuk voor stuk gaan bespreken. Maar je kunt er bijna... Heeft voor- en nadelen al. Je kunt er bijna niet op tegen zijn. Nee. Dus wat ze daar zeggen, objectief... Ja, breng de mensheid meer in lijn met de natuur. En wees zuinig op de aarde. En al dat soort uitspraken. Ja, useless government officials. Ja, ben je daarop tegen? Nee, ik ben niet op tegen. Nee. Maar ben ik voor de impact die dat teweeg gaat brengen en de gevolgen? Ja, als jij terug wil van 9 miljard naar 500.000 inwoners op deze... 500 miljoen. Ja, 500 miljoen, ja. 500.000, dan is de halfstad Amsterdam. Nee, maar 500 miljoen. Ja. Ja, oké. Okay. Weet je, misschien leven we wel met te veel mensen op de aarde. In ieder geval is er niet genoeg kobalt. Dus zou het voor de aarde heel erg zijn dat er maar 500 miljoen mensen hier woonachtig zijn? Dat geloof ik niet. Alleen, wat moet er gebeuren om van 9 miljard terug te gaan naar 500 miljoen? Het is nogal een dingetje. Een dingetje. Is iedereen toch een beetje zenuwachtig? Wat nou als ik bij... Hè? The odds are stacked against me. Oeps. Ja. Dus ik ben er niet per se op tegen wat er staat. SDG-doelen... Je kunt er niet mee oneens zijn. Je kunt er niet tegen zijn. Nee. Alleen de achterkant is wel van... Oké, hoe wil men dat dan gaan bewerkstelligen? Ja, die plannen, daar heb ik dan wel mijn bedenkingen over. Ja, en het is heel raar, want iedereen zit dus... Dat krijgen ze dus voor elkaar. Dat iedereen die SDGs... Ook hele websites in Nederland van allerlei bedrijven... die allemaal SDGs die ze aan het invullen zijn. Vol trots op hun website. Van kijk, ik ben hiermee aan het werk. Maar als je dan gaat vragen van, ja maar... Weet je, zonnepanelen, dat is het asbest over 10 jaar, hè? Het schijnt ook heel goed te branden. Dan moeten die dingen moeten afgevoerd gaan worden. Ja. Blijkt toch niet zo goed te zijn voor je gezondheid om in een magnetron te wonen. Of ze waaien van de daken, of ze vliegen in de fik. Ja. Ja, maar iedereen die dingen leggen. Want subsidie en dat rekensommetje, binnen 4 jaar terugverdiend. Salderen, hè? Salderen. Salderen. Salderingsregeling. Ja, en over 10 jaar moet je ze gaan afvoeren. Ja, waarschijnlijk moet je daar flink voor betalen. Als het wordt gekwalificeerd als asbest. Ben je salderingsregeling weer kwijt. Ja. Komt er nog een overgangsregelingetje. Moeilijk. Weer subsidies en leningen naar bedrijven die dat gaan afvoeren. Ergens heen. Let ook weer niemand op. Weer leugens. En zo hou je de mensheid wel een beetje in disbalans met de aarde. SDGs, bedankt. Ja. Ja. Dus het is een bijzondere tijd. Ja. Als je Maar we hebben al geconstateerd, we zouden niet terug willen. Nee. Dit is wel de tijd... Waarin wij willen leven. Het is maar goed ook, want we leven hier, dus... Ja. Dus we zien daar absoluut wel het mooie van in. Van alles wat nu gebeurt. Ja, en nu is het dan ook inderdaad aan de uitdaging hoe je andere mensen daarin meekrijgt. Maar dat doe jij natuurlijk al jarenlang ook met je podcast. Ja. Ja, want ik... Kijk, wat ik meer doe op 1-op-1 niveau, doe jij eigenlijk met je podcast. Ik ben altijd de brenger van slecht nieuws. Met een twist. Er moet ergens hoop en troost toch te halen zijn. Voor de grap zeg ik dan hoop is uitgestelde teleurstelling. Dat betekent dat je het aan een ander overlaat. Je moet vooral niet aan een ander overlaten. Je moet echt
dag in, dag uit zelf ploeteren door de modder, lachend. Ja. Anders kun je net zo goed wegzakken. Stoppen met tegenspartelen. Dank u wel voor het kijken en luisteren naar Hoop Helder Hulleman.